Jaan Baks kan het weer proberen. Jaan Baks! En daar zit hij erin. Is het toch weer een late 2-2 in minuut 96. Alireza Jaan Baks wordt de man van de wedstrijd. Dilrosun, één kwijt. Aan zijn linker, Dilrosun! Manier om deze avond te beslissen. Als het een beslissing is, want dat voorbehoud moet je op zo'n gekke bekeravond altijd maken. Weergaloos doelpunt van Javairo Dilrosun in minuut 116. Eén kwijt naar zijn linker. Je weet dat het gaat komen. En dan kijkt Brandenhorst toe. Idrissi, goede kopbal en 1-1. Alireza Jaan Baks. Feyenoord slaat toe in de extra tijd van de eerste helft. Eindelijk een vlotlopende aanval. En dan zijn het de twee oudspelers van AZ. Komt de voorzet van Idrissi, is de kopbal rachtbeen van Jaan Baks en staat het halverwege 1-1. Altijd aan de bal, Mike Klein met Delano van der Heijden is hier. El Moussaoui vindt hier Benita met veel ruimte. Mimi Benita met het schot en die is raak. Mimi Benita, 1-0 voor Feyenoord. Goed gedaan hier in die drukte van Mike Klein. En vanuit de combinatie vinden ze daar Mimairo Benita. Die niet nadenkt en in één keer uithaalt. Strak in de hoek. Christine Hartman. Kan rustig draaien. Nu is Wiever helemaal vrij. Jiménez, ach, dan schiet hij toch schitterend binnen en zo staat het dan 34 minuten 2-0. Afleiding verzorgd door Pedersen die buitenop komt. Dat leidt dan nog altijd tot twijfel in zo'n verdediging. En van die twijfel maakt Jiménez optimaal gebruik. Zit niet lekker in de wedstrijd, maar dit is een fraaie goal voor de spits. En daar gaat het nog uiteindelijk om. Aschau. Pedersen! 2-1 voor Feyenoord! In de laatste minuut! Marcus Pedersen! Daar nog weggekopt door Pavlidis. Pedersen en via de voet van Karlsson vliegt die bal in de bovenhoek. Met zijn mindere linker scoort Marcus Pedersen zijn eerste doelpunt. En wat een belangrijk. Langs de ongelukkige Navarro Dilrosun. Klaarleggen. Wiever. Zo! Vol op de pantoffel. En 2-0 voor Feyenoord. Hier wordt Navarro uitgespeeld door Idrissi. Uitstekende actie van de buitenspeler. Dan Dilrosun, die hem net niet helemaal lekker heeft. Maar wat een knal, zeg, van Wiever. Geweldige uithaal. Weer maakt Feyenoord een doelpunt van buiten de 16. Het Zand. Ja, het Zand, wat een mooie goal. A la Pierre van Hooijdonk in Freiburg. Rekent hier niemand op. Helemaal de keeper niet. En Shiloh het Zand zet Feyenoord onder 21. Op een 2-1 voorsprong.